Personeel, cliënten en gepensioneerden van de Surinaamse Bank hebben gisteren de algemeen directeur Stephen Cotino een steun in de rug gegeven. De menigte, maar vooral het personeel, stond met bordjes en spandoeken met de leuze handen af van Stephen. De groep wachtte de directeur op die in de bank in vergadering was met de Raad van Commissarissen. De president-commissaris van de RVC, Erwin Emanuels, stelde de opkomst van het personeel op prijs. Hij verzekerde dat de raad voor de volle 100% achter de directie staat. Wij zijn geen politici. Die ervaring hebben wij niet. Wij zijn bankiers. En onze eerste prioriteit is ervoor te zorgen dat het vertrouwen dat u ons gesteld heeft om uw geld hier te zetten, dat wij dat vertrouwen niet mogen beschamen op geen enkele wijze. Tegelijkertijd moet ik aangeven dat wij van geen enkele partij nog de opdracht, nog druk hebben ontvangen om de directeur te ontslaan. Dat wil ik tegelijkertijd erbij zeggen. De Raad van Commissarissen benoemt en ontslaat de directeur. We zijn een onafhankelijke systeembank. De DSB heeft de afgelopen maanden grote sprongen vooruit gemaakt. Dankzij het leiderschap van Stephen Cotino. Stephen Cotino, algemeen directeur van de DSB, zegt dat de Raad van Commissarissen vanaf dag 1 van zijn aantreden als directeur achter hem heeft gestaan. Hij benadrukt verder dat de menigte niet voor hem daar is, maar dat zij opkomen voor de DSB zelf. En niet alleen om ons, dit gaat om ons volk. Yes. Wij Surinamers, het is een keer afgelopen met een rotzooi die op een gegeven moment zijn gespeeld wordt. Heel veel mensen hebben tegen mij gezegd, Stephen, kan je alsjeblieft je toon temperen? Ik zal mijn woorden voorzichtig kiezen. Tegelijkertijd, mijn emotie blijft hetzelfde. 600.000 mensen verdienen het om met respect behandeld te worden. Hun geld is hun geld. Yes. Niet voor aardappelen, nee, of uien. Stephen Cotino, algemeen directeur van de DSB. Hij sprak gisteren na de vergadering met de Raad van Commissarissen, personeel, cliënten en gepensioneerden van de bank toe. Cotino is nog steeds directeur van de Surinaamse Bank.